Jeroen Wiert, fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad van, uh, van Almelo. Is er al een opvolger bekend voor Monique van Zane? Uh, nee, die is er nog niet. Uh, er zijn een aantal kandidaten en daar gaan we gesprekken mee hebben. Hoe is de procedure bij D66 op het gebied van nieuwe kandidaten? Er is een wethoudersadviescommissie samengesteld van drie mensen. Daar zit ik ook in. En. Um... Daar nou, kon, konden mensen reageren tot afgelopen zondag. En deze week heeft de commissie dan gesprekken met de, de, de mensen die zich hebben aangemeld. Die zich al kandidaat hebben gesteld, eigenlijk. Heeft er nog speciale eisen gesteld aan de, de kandidaten? Nou, de eis is eigenlijk dat iemand uh, ja, bestuurlijke ervaring heeft op een bepaalde manier. Uh, dus uh, nou ja, in het openbaar bestuur, daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Wanneer, verwacht, uh, wanneer verwacht u een voordracht? Uh. Nou ja, er, er zit natuurlijk vervolgens nog weer een hele procedure aan vast. Want er moet nog een integriteitsbeoordeling worden gedaan. Dat, dat is normaal tegenwoordig uh, bij, bij wethouders. Dus ja, ik hoop dat we volgende week wel uh, kunnen zeggen. Nou, deze persoon dragen we voor. Maar ja, dan komt ver, die, die verdere procedure vervolgens natuurlijk nog. Hoe belangrijk uh, is het dat een kandidaat van D66 Huizen is? Nou ja, voor mij natuurlijk heel belangrijk. Maar uh, ja, uh, wij gaan er natuurlijk voor om een, om een kandidaat uit onze eigen partij voor te dragen. We zijn deze periode begonnen met vier partijen. En dan wil je dat ook gewoon zo afmaken. Ik stel deze vraag omdat ik me voor kan stellen dat er geen kandidaat is binnen de geleerden van D66 en dat u bijvoorbeeld een beroep doet op een partijloos iemand. Nou, wij zijn binnen D66 altijd wel kandidaten te vinden, hoor. Die komen dan niet per se uit Almelo, maar uh, uit andere plaatsen. Maar er zijn altijd wel een wethouderskandidaten binnen de partij te vinden. Dus binnen nu en tien dagen kunt u een voordracht doen. Uh, dat hoop ik, daar ga ik vanuit, eerlijk gezegd. Ja. Dank u wel.